De vlag kan uit bij Jeu de Boelvereniging De Teerling aan de Laan van Westrooien in Tiel. Het is nu toch gelukt om de subsidie die nodig is voor de bouw van de tweede nieuwe speelhal rond te krijgen. Uiteindelijk hebben we dus nu een combinatie van een bijdrage van de gemeente, van de stichting Oud-Burgerman en Vrouwenhuis en de bouwsubsidie van de overheid. En dat is samen 80.000 euro. En dat hebben we nodig voor de cascobouw. Na veel vijven en zessen hebben ze de financiering rondgekregen om een complex klaar te maken voor de toekomst. We gaan net als de vorige keren gaan we zelf met eigen vrijwilligers de afbouw en de inrichting doen. Daar hebben we nog wel geld voor nodig en daar gaan we binnenkort een crowdfundingactie voor opstarten. Door veel als vereniging zelf te doen kunnen kosten bespaard worden waardoor een en ander mogelijk is geworden. Er is wel nog wat geld nodig voor de verdere inrichting van het gebouw. Vandaar deze actie. Nou, mensen kunnen natuurlijk gewoon doneren. Maar daarnaast willen wij ook als tegenprestatie tegen een bepaald bedrag clinics aanbieden. En mensen, bedrijven, organisaties kunnen reclameborden laten maken en ophangen in de nieuwe hal. Als in oktober de nieuwe ruimte klaar is, staat het complex er prima bij. We zijn natuurlijk in 2018 begonnen met de eerste nieuwe speelhal. Twee jaar later de nieuwe ontmoetingsruimte. En nu de derde fase, de tweede nieuwe speelhal. En dan komt het project van voormalige voorzitter Rini van Hensbergen uiteindelijk toch tot realisatie. En dan hebben we een prachtige accommodatie op een mooie locatie.